Directeur Raoul Abisoyna van STVS wil dat Surinames oudste station landelijk te ontvangen moet zijn. Die wens sprak hij vandaag uit bij de viering van het 55-jarig bestaan van de staatszender. Hij beloofde president Chan Santokki en vicepresident Ronnie Brunswijk dat hij achter ze zal aanzitten totdat zijn wens in vervulling is gegaan. Santokki, Brunswijk, DNA-voorzitter Marinus B., ondervoorzitter Deo Charman en minister Bronto Somoharjo waren aanwezig op het jubileumfeest. Dit jaar, heer president, u zit hier, heer vicepresident, u zit hier. Een van de dingen die wij willen aanpakken hier vanuit dit station is om ervoor te zorgen dat de mensen heel ver tot aan de grens ook de STVS kunnen bereiken. Daarvoor ga ik achter u aan zitten, president en vicepresident. Als ik dit mag zeggen, een van onze partners is de Telesuur. En met de Telesuur hebben wij al vrijdag aanstaande een gesprek met de directeur van Telesuur om alvast hierover te gaan praten. Om te kijken hoe wij vanuit deze plek de informatievoorziening tot aan de grens kunnen brengen voor onze Surinamers. Dus president, vicepresident, Monaki Udoro. De president benadrukte dat de staatszender de marktleider blijft als het aankomt op televisie maken. Ook vicepresident Brunswijk kwam aan het woord. Maar als we terugkijken, dan zien we inderdaad de nationale zender, waar ik met nadruk wil leggen op nationaal. Directeur, houdt u dat hoog in het vaandel. Laat dat nationaal op geen enkel moment onder druk komen te staan door politiek. Want dat heeft STVS ook meegemaakt. Want als je nationaal bent en in staat bent zoveel regeringen te doorstaan, dan geeft dat al aan dat het nationaal aanwezig is. Alle bonden, alle nationale bedrijven krijgen de gelegenheid om het te doen, om zijn zaak te doen, om de bedrijf te runnen naar eigen inzichten. We willen niet bemoeien. Pas wanneer het scheef gaat, dan ga je ons stem horen, ja. Je kan niet een bedrijf runnen en het gaat grondafwaarts, dan gaan we niks zeggen. We gaan wel ons stem laten horen, maar zodra je het goed doet, gaan wij niet bemoeien. Zover president Chan Santokki en vicepresident Ronnie Brunswijk vandaag bij de viering van het 55-jarig bestaan van de STVS.